niet? Waarom doe ik mezelf dit aan? Waarom gooi ik mezelf elke keer... Het is gewoon bungee jumpen. Je staat op dat randje en je moet springen. Van de andere kant opkomen. Iedereen is gewoon in zijn eigen wereldje. Dan moet je ook niet te veel tussendoor lopen, ook niet te veel grapjes proberen uit te halen of wat dan ook. Dat komt allemaal later weer. Rustig aan. Proberen te blijven ademen. 12 keer naar de wc, dat hoort er ook bij. En dan moet je op en dan denk je, hé, kut, ik moet nu nog, maar dan kan het al niet meer. Maar dat is altijd. En dat, zo gaat dat. Dan hoor ik dat de mensen gaan zitten en dan gaat mijn hart echt altijd als een gek tekeer. Krijg ik helemaal een droog mond, kan ik tegen drinken wat ik wil, heeft allemaal geen zin. En dat blijft totdat ik zeg maar de eerste stap op toneel zet. En dan valt er iets van me af. De voorbereiding, ik sluit me eigenlijk af. Ik kan zelf niet zoveel meer hebben vlak voor aanvang aan leuke gesprekken. U kan in ieder geval straks zeggen dat u erbij was de allereerste keer dat Petticoat aan een Nederlands publiek werd getoond. Veel plezier bij Petticoat! Ik weet het nog precies, het was op een woensdag in april. Voor mij is echt het ergste de haarsverkledingen. Ik hoop zo dat het goed gaat. Mijn ergste is een haarsverkleding van 16 seconden. En dan moet ik een hele metamorfose in hebben met een andere pruik en schoenen. En daarna moet je weer net doen alsof het allemaal heel goed is gegaan. En daar moet je tegenin spelen. Dus daar ben ik wel een beetje gespannen voor. Heb jij je jurk een beetje schoon kunnen houden? Ja, ik weet niet wat ik heb. Niet alleen Chantal moet zich vliegensvlug omkleden. Freek heeft ook een kostuumwissel. En hij ziet er nogal tegenop. Tijdens de laatste doorloop kwam ik echt zo opgerend. Ik moet van gewone kleding in een rockkostuum binnen, nou wat zal het zijn, 40, 50 seconden. Dus dat was wel een dingetje dat ik dacht, oh ja, nu komt het. Doem, 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 doem. Het helpt wanneer het regent in je hart, wanneer je je voor alles wilt verschuilen. De voorstelling loopt op rollen. Alle haastverkledingen lukken en de zaal reageert zoals gehoopt. De staande ovatie wordt met opluchting en enthousiasme in ontvangst genomen. Voor dit moment ben ik heel, heel erg trots en heel erg tevreden. Maar vooral heel, heel erg trots op dat clubje daar. Doe het maar hoor. Ja, we gaan zo'n tunnel in met z'n allen. En dat is zo, dat die zaal meegaat. En ook weer blij is. Het is natuurlijk zo... Dat is echt een kick voor ons allemaal. Volgens mij gaan we een geweldig seizoen tegemoet. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Plezier. Lekker. Goed. Nou, en nu nog 400 keer. Ja, ik ben zo blij dat het erop zit en dat het goed ging. Ik ben echt wel heel benieuwd wat je nu dan zou horen als je nu voor je gaat. Maar dat ga ik niet doen. Maar het ging boven verwachting. Werd er zo goed gereageerd. En ook op hele kleine dingen. Dat hoop je alleen maar. En daar kan je echt niet op rekenen. En weet je wat zo mooi is? Je voelt echt dat mensen meereizen. Ja. En dat die concentratie vernauwt. En dan weer opluchting. En het is zo mooi dat het een adem krijgt. Ja, jullie zijn weer zo'n beetje, toch? Ja. Het overweldigde me. Het verraste me. Soms stelt het me teleur. Dat krijg je ook. En daar ga je ook aan werken. Soms denken wij dat we ontzettend geestig zijn. En blijkt het dat dat helemaal niet zo is. En andere momenten denk je dat we helemaal niet geestig zijn. En komt er een lach die me echt als een orkaan overvalt. Dus ik ben een beetje, op een positieve manier, ben ik een beetje verstreek. Een beetje verwacht. Het ging heel erg goed. Sorry, ik ben een beetje geëmotioneerd, sorry. Het ging heel erg goed. We hebben hier 2,5 jaar lang met z'n allen aan gewerkt. En we hebben er gisteren voor het eerst met de generale wat publiek bij gehad. Maar de spanning bij iedereen is zo hoog. Net ook bij Chantal, die echt totaal in tranen uitbarst. En waar alle spanning er gewoon uit moet. Omdat we zo ontzettend hoopten dat we iets in handen hebben wat misschien echt weer eens heel bijzonder zou kunnen worden. Als dan blijkt dat dat publiek het gewoon in 2 uur en 3 kwartier tot zich neemt en dat je mensen in hun hart mag raken, ja, dat is het mooiste wat hij kunt doen in dit vak.
Er is steeds niks mooier dan dat. Ja, ja, tevreden. Ik ben nooit tevreden, want als je tevreden bent, dan is er niks meer te veranderen. En dat is niet zo. Ja, ik heb echt heel veel zin om dit te gaan spelen voorlopig in de try-outs. En te gaan kijken hoe het iedere avond weer valt. En hopelijk blijft het zoals het nu was. Maar het was echt een fijne avond. Maar als je me vraagt, heb je een gevoel van yes? Ja, ja, ja. Maar het komt goed. Het komt goed. Volgende week in Backstage bij Petticoat. Musicalster Brigitte Heitzer is de vaste vervanger van Chantal. Ze moet de rol nog wel onder de knie krijgen. Oh nee, nee, ja, maar dat was een gelukje. En voor de grote première verhuift de cast naar Theater Carré. Tot volgende week.